Goedemorgen iedereen. Ik hoop dat jullie de rush van de ochtend hebben overleefd. Ik voel dat vandaag in deze video dat ik iets mag en moet eigenlijk delen over waar de mannelijke energie momenteel mee aan het worstelen is. En ik zeg bewust worstelen, omdat ik het merk bij verschillende mannen, verschillende mannelijke energieën in mijn leven op dit moment. En ik wist dat 2021 eigenlijk het jaar was of zou worden waarin dat de mannelijke energie werd afgebroken. De ouderlijke mannelijke energieën van die verbonden zijn met controle, die verbonden zijn met macht, die vanuit die oude structuren de wereld of hun wereld willen controleren en vormgeven. En de meeste van hen hadden een bepaald beeld, een bepaalde visie. Dat hadden ze bedacht, dat hadden ze brainstormd. Daar hadden ze over, hebben ze eventueel zelfs voor gaan neerzitten om het te bedenken. En nu komen ze tot de vaststelling dat eigenlijk het idee dat ze hadden niet per se het geluk en de vervulling geven dat ze verwacht hadden. Of anderen komen tot de vaststelling dat de aanpak dat ze voor ogen hadden niet het beoogde resultaat geeft. Kortom, dat eigenlijk de manier waarop dat ze altijd gewoon waren om hun leven te vorm te geven. En dat werkt niet meer. En dat is niet alleen voor mannen qua geslacht zo, want eigenlijk ook wij vrouwen hebben ook mannelijke energie in ons. En ook daar ga je merken dat vrouwen die voornamelijk vanuit die mannelijke energie gaan functioneren en hun leven gaan aanpakken, dat die gewoon komen vast te zitten. Dus dat is hetgeen wat er gebeurd is dit jaar. Niet alleen mannen en vrouwen qua geslacht, maar in de mannelijke energie werd heel duidelijk dat de manier waarop dat de mannelijke energie het deed, vanuit een verheven positie, vanuit een ik ben beter dan de vrouwelijke energiepositie, dat niet meer werkt. Meer nog, ze zijn tot de vaststelling gekomen, of de energie is, de divine masculine, is eigenlijk tot de vaststelling gekomen, of eigenlijk niet zozeer de divine masculine, maar eigenlijk de gekwetste masculine, dus de gekwetste, gewonde mannelijke energie, is tot de vaststelling gekomen dat die eigenlijk niet zonder die vrouwelijke energie kan. Dat die verbinding met het hogere, met alles om ons heen, met dat eenheidsbewustzijn, met onze intuïtie, het aanvoelen, het ontvangen, die flow, dat nodig is en dat dat wel in eerste instantie eigenlijk zelfs de basis is om vanuit daaruit verder te gaan vormgeven, vanuit daaruit actie te gaan ondernemen. En dan merk je dat de mannelijke energie wel weer gaat thriven, dat die wel weer zich beter gaat gaan voelen. En gisteren was het volle maan in Ram, dat is een vuurteken, en er gebeurde eigenlijk iets heel bizars in mijn leven. Er zijn een aantal divine masculines in mijn leven als vrienden. Ook al beseffen ze dat zelf nog niet, sommigen wel, niet allemaal. Maar plots namen die gisteren allemaal contact met mij op. In die zin dat ze mij nodig hadden. Ze hadden het nodig om te kunnen verbinden met mijn energie. Want zelf waren ze volledig uitgeput. Ze twijfelden één voor één aan waar dat ze mee bezig waren. Aan zichzelf, aan alle waarden en normen dat ze eigenlijk hun hele leven eigenlijk al hadden vormgegeven. Maar niet alleen hun eigen waarden en normen, maar ook de verwachtingen die vanuit de maatschappij, vanuit hun cultuur, want er zijn niet alleen die personen waar ik over spreek, wonen niet alleen hier in Europa, maar ook in Afrika en Amerika en overal rond. Dat zijn ook andere culturen. En dan merk je ook dat zij nu op een punt komen dat ze gaan nadenken over van damn, hetgeen wat ik altijd gedacht heb en dat ze mij altijd hebben ingepeperd, hetgeen wat ze mij altijd hebben gezegd, zeker ook bijvoorbeeld in die Afrikaanse culturen,
dan zie je dat stuk waarin dat de man, of soms zelfs één man, voor heel veel andere personen moet gaan zorgen, waardoor dat hij eigenlijk voortdurend de bevestiging krijgt van dat hij vastzit. Dat hij vastzit in een job dat hij niet graag doet, maar enkel alleen maar om die zekerheid van het geld te hebben, zodanig dat hij kan gaan voorzien voor anderen. Maar dat is zo een achterhaalde overtuiging. Zelfs ook voor de Afrikaanse culturen. Want ook daar zijn er hele krachtige zielen geïncarneerd op dit moment. Healers, net zoals ik, met prachtige zielen die even krachtig zijn als ik en jij, maar die niet over de kennis en de wijsheid misschien wel, alleen ze vatten het nog niet, ze kunnen het nog niet in de 3D brengen. Maar gelukkig nu door internet en zo is het mogelijk ook voor hen om te verbinden met mensen overal over de wereld en kunnen zij hun ziel voeden. En daardoor is het mogelijk om lichtcodes te activeren, zodanig dat ze ook daar wakker worden. Want het ontwaken, dat gaat niet enkel over de blanke mensen, dat gaat niet enkel over bepaalde stukken. Nee, het gaat over de hele wereld, dus elke ziel die nu op dit moment geïncarneerd is. En dat is hetgeen wat ik nu, onder invloed van de volle maan, echt wel zie. Dat de mensen, ik zal het zo noemen, die nog steeds vanuit die vervormde, gekwetste mannelijke energie hun leven proberen vorm te geven, die zitten echt letterlijk vast. Die geraken niet vooruit. Die blijven die dingen doen en toch lukt het niet. Terwijl, wanneer je afstemt en samen gaat gaan werken met jouw eigen energie en leert hoe dat je dat kan gaan manifesteren en leert hoe dat je eigenlijk via jouw eigen energie magnetisch wordt voor jouw zielsfamilie, want daar gaat het over, dan merk je hoe moeiteloos dat gaat. Hoe dat je eigenlijk gewoon door telkens voor jezelf te kiezen, door telkens alleen maar datgene te doen wat je leuk vindt, wat dat goed voelt, wat dat jou goed laat voelen en dus nooit uit angst of nooit voor geld of voor materie, maar enkel en alleen vanuit liefde en voor de liefde voor jezelf en voor je leven, dan ga je merken dat het universum heel veel dingen voor jou verschuift. En dat heel veel dingen zoveel gemakkelijker worden. Maar natuurlijk zitten we, zeker in het begin als je wakker wordt, is het lastig, want je denkt dat je gek aan het worden bent, je weet niet hoe of wat. Je probeert een nieuwe gewoonte aan te leren, maar eigenlijk ben je daar nog niet sterk of nog niet zelfzeker genoeg in. En dat daarom is het belangrijk dat je zorgt dat je iemand hebt rondom jou, waar je even vertrouwt, waar je je goed kan invoelen, die met jou even kan meelopen. Totdat je eigenlijk gewoon zelf krachtig genoeg bent om op je eigen benen te staan. Om met de worstelingen die de 3D-wereld, die en uit elkaar en in elkaar aan het brokkelen is, om daarmee om te gaan. Want dat is hetgeen dat ik ook merk de laatste week. Ik ga eventjes verwisselen van hand, want begin ik te voelen. De laatste weken, en ik heb daar een tijdje terug ook een video over gemaakt, maar het zijn ook voor mij constant eigenlijk aanvallen van lagere energieën, waardoor ik heel bewust moet omgaan met mijn energie, waardoor ik heel bewust moet kiezen waar ik energie, waar ik aandacht, waar ik tijd aan in besteed. En soms betekent dat je gewoon niet reageert op berichten van mensen. Soms betekent dat je gewoon een weekend thuis blijft. Dat je als het ware opsluit in jouw heilige kamer, in jouw heilige ruimte, in jouw thuisplek, waar je gewoon jezelf kan zijn. Natuurlijk, als je daar samenwoont met iemand waar de relatie niet zo zuiver is, of waar dat er constant wrevel en problemen zijn, dan is dat heel begrijpelijk dat je jouw energie niet kan opladen, dat je niet kan zuiverder worden, dat je niet kan gewoon tot jezelf komen. Dus ook daar, als dat zo is, weet dan dat je het waard bent om een ruimte, een plekje, een kamer, een tijd voor jezelf te eisen om weer tot jezelf te komen. Dat is de enige weg vooruit. De enige weg waarop dat je echt weer diep gelukkig en vrij zal worden. Nu, weet dat de wereld nog verder gaat afbrokkelen. De wereld zoals we het gekend hebben. De wereld die vormgegeven is vanuit die 3D. Vanuit macht. Vanuit die vervormde vrouwelijke en vervormde mannelijke energie. Want ook in de vrouwelijke energie zijn er heel veel wonden ontstaan. Dat die meer en meer
nog verder gaan afbronkelen. Enkel en alleen maar als doel, zodanig dat jij dichter bij jezelf komt. Zodanig dat jij al die stukken in jezelf gaat gaan healen. Die mannelijke energie, die vrouwelijke energie, dat je daar eenheid in aanbrengt. En dat is hetgeen waar dat 2022 over gaat. Waarin dat mannelijke en vrouwelijke energie vanuit een geheelde positie, vanuit een eenheid in zichzelf, als het gaat over twee verschillende personen, dat die samenkomen. Zeker als het gaat over tweelingvlammen, dan ga je merken dat die eigenlijk qua energie veel meer met elkaar afgeleend en afgestemd worden. Omdat zowel de mannelijke als de vrouwelijke component ondertussen voldoende werk gedaan hebben en healing achter de rug hebben. Zodanig dat ze kunnen samenkomen zonder elkaar heel hard weer uit balans te brengen. En als jij een tweelingvlam bent en je bent nog steeds in afscheiding of eigenlijk niet in eenheid met jouw tweelingvlam, weet dan dat dat een goede reden ervoor is. De reden daarvoor is omdat jij en die andere persoon nog te veel werk nodig hebben, nog te veel tijd apart nodig hebben om aan jezelf te werken en om eigenlijk tot jezelf te komen. Dus daar, gebruik die tijd ook op een goede manier. Gebruik de tijd om voor jezelf te kiezen. Gebruik de tijd om jezelf beter te leren kennen. Als ik kijk in die periode dat ik gescheiden ben van mijn tweelingvlam, en dan heb ik het niet over dat we geen communicatie hadden, maar wij hadden altijd wel redelijk veel communicatie, maar wij wonen in twee verschillende continenten. En dus met heel wat tijduurverschil. En dat maakt dat we uitgedacht werden om op een hele open, eerlijke, ruwe manier te gaan communiceren. Dat zorgde ervoor dat we leerden ook meer te vertrouwen op hetgeen waar we telepathisch ook doorkregen. En om ons niet constant te laten afleiden door wat er in onze realiteit, en onze 3D-wereld getoond werd, of door readingen die op ons pad kwamen, of wat dan ook. Maar door iedere keer terug te keren naar het zelf. Naar wat hij zelf voelt. Naar de boodschappen die hij zelf ontvangt. Naar de synchroniciteiten die hij zelf ziet. Want dat brengt jou het dichtste bij jezelf. En dat is ook volledig aangepast aan jouw eigen unieke avontuur en je eigen unieke reis. En dat, zo werkt het ook wanneer dat het gaat over het ontwaken en weer het bewust worden. Het gaat altijd en enkel en alleen maar over jezelf. Nooit over de ander. Het enige wat de ander doet, is eigenlijk de schaduwen en de pijnen die er nog zijn in jou, die gaan triggeren. Dus, als je de laatste dagen, onder invloed van de volle maan, want daar ben ik 100% zeker van, dat bij heel veel mensen wat wrevel en spanningen heeft veroorzaakt, weet dan dat de ander ook geen schuld betreft. Die andere reageert enkel alleen vanuit zijn gekwetstheden. En het feit wanneer dat jij je gekwetst voelt, is ook een teken dat je niet in je kracht staat. Dat je niet in balans bent. Dus gebruik dat ook op dat moment om te gaan kijken van waar is dat ik nog nodig, nog meer werk mag gaan doen. Dat gezegd zijnde, weet dat de manier waarop ik werk, dat eigenlijk volgens die nieuwe wereld is. Waarin dat zelfverantwoordelijkheid en zelfcontrole en zelfhealing op de eerste plaats staan. Dus mensen die met mij samenwerken, dat is ook het eerste dat ze zien, dat zij nog steeds aan het stuur staan. Ik ga het niet voor hen doen. Ik loop mee, ik ben een gids. Een zichtbare gids, zeggen mijn gids eigenlijk. Ik ben een zichtbare gids, waar dat zij dan eigenlijk de onzichtbare gids zijn. Ik leer jullie hoe dat je weer contact maakt met jouw eigen team, zodanig dat je in staat bent, wanneer dat ik jou loslaat, dat je in staat bent om met je eigen team te gaan verbinden, om met je eigen om je eigen boodschappen te gaan ontleden en eigen inzichten te gaan ontvangen. Want iedereen is in staat om te doen wat ik nu al kan. Ik ben niet meer, ik sta gewoon een paar stappen verder op die trap of op die reis of waar, hoe je het ook moet noemen. Ik ben gewoon een paar haltes verder, dat is alles. Maar jij kan dat ook. Als jij daarvoor kiest en jij voelt diep in jezelf dat er zoveel meer is die voor je weggelegd is, maar dat precies maar niet in je leven komt, kijk dan naar je schaduw. Kijk dan hoe dat jij jezelf eigenlijk saboteert. En vooral, word een meester over je mind, over je gedachten. Heel vaak, nog heel lang, in mijn eigen ontwikkeling, ook al had ik die communicatie met mijn team, was mijn mind voor mij mijn valkuil en mijn grootste uitdaging. En nog steeds moet ik iedere keer heel bewust mee omgaan van
Wat denk ik daarover? Hoe voel ik daarover? Van waar zijn die gevoelens ontstaan, die emoties ontstaan? Wat wil dat mij zeggen? En hoe denk ik erover? Hoe denk ik erover? Is dat mij behulpzaam? Want iedere keer als je daar bewust over bent, heb je ook de kracht en de mogelijkheid om het te gaan veranderen, zodat het voor jou meer werkt. Nu, ik zie dat ik ondertussen weer al 15 minuten aan het praten ben. Nu ja, waar het hart van vol is, loopt de mond van over, zeggen ze. Maar dus, ik voelde dat ik dat echt mocht delen en moest delen, zodat hij weet wat er nu gaande is op dit moment in de collectieve energie, wanneer het gaat over de mannelijke en de vrouwelijke energie. Vanuit de vrouwelijke energie, die zitten meer op het stuk van, oké, we vertrouwen, we zien niet waar dat we heen gaan, maar we vertrouwen. We vertrouwen dat ook de mannelijke energie het nodige werk gaat doen die nodig is om uiteindelijk samen te komen en om aan te komen op ons lotsbestemming. En dat is ook zo. Maar gebruik de boodschappen die ik geef over mannelijke en vrouwelijke energieën in eerste instantie voor jouw eigen healing. Want, zeker als je een tweelingvlam bent, en ook gewoon naar andere soulmate-relaties toe, is het belangrijk dat je die mannelijke en die vrouwelijke energie in jezelf heelt. Want pas dan is het mogelijk om er verdere stappen te ondernemen. Zo, ik ga het hierbij laten. Wil je met mij samenwerken? Kijk in de linkjes hieronder. Er zijn kleine prijsjes, grote prijsjes. Er zijn online cursussen, online trainingen, een videoserie over manifesteren die jou eigenlijk al de eerste stukken brengt waarin dat je kan zien waar je jezelf saboteert. Er is een e-book met heel wat transmissies en meditaties die jou meer vertelt over het eenheidsbewustzijn, waar uiteindelijk de heel dit ganse gedoe met COVID en die ontwaking en al die dingen, bewustwording, waar dat allemaal over gaat. Dus als je nieuw op pad bent en je vindt nu deze video, dan is dat eigenlijk jouw eerste stap die je mag lopen. Ben je iets langer bezig met bewustwording, healing, werken aan jezelf, spiritualiteit en zo, dan zijn de trajecten eigenlijk ook iets meer voor jou weggelegd. Dus voor iedereen is er wel iets beschikbaar op de website. Ik blijf gewoon verder creëren wat ik doorkreeg en blijf gewoon verder de boodschappen channelen en meegeven. Dat is ook de reden waarom ik hier op deze aardbol rondloop op dit moment. Momenteel ben ik nog aan het schrijven aan de training Manifesteer met de elementen. En ook daar krijg ik voortdurend nieuwe informatie, nieuwe inzichten, nieuwe channeling, nieuwe informatie door. Die weer aangepast zijn aan die hogere nieuwe energieën, aan die nieuwe wereld die we samen aan het vormgeven zijn. Dus je ziet allemaal leuke dingen om te ontdekken en vooral om mee aan de slag te gaan. En te zien welk effect dat dat heeft op jouw realiteit. Het is echt magisch. Dus wat, dat was voor nu. Misschien kom ik morgen online, wie weet. We zien wel wat er morgen op mijn weg en pad komt. Straks heb ik een paar sessies, dus ik ga het hierbij laten dat ik de video nog kan uploaden. Ik wens in ieder geval een fantastische dag. En kijk om je heen, want het universum geeft constant signalen en boodschappen over waar dat jouw volgende stap ligt, over wat dat je mag gaan doen en wat dat jouw passie is. Zo, dat was voor nu. Tot in de volgende. Daag!